Ik ben er knap uit, maar vooral in gedachten. We kunnen zaterdag niet beginnen. We krijgen bezoek. Oh, vast en zeker een beroemd iemand, gilt Elise en ze klapt in haar handen. Jouw vaders boeken zijn toch verfilmd met hele beroemde filmsterren. Iedereen denkt dat er constant filmsterren bij ons op de vloer komen. Dat is helemaal niet zo. Mijn vader bemoeit zich met de films. Vroeger wel. Toen waren er ook wel eens feestjes. Ik vond die filmsterren helemaal niet aardig, want ze praten alleen maar non-stop over zichzelf. Vertel eens, wie krijgen jullie op bezoek? Vraagt Bummel Otto met glanzende ogen. Jeetje, wat onbeschopt. En ze staat veel te dicht op me. Ik vergas bijna in haar goedkope parfum. Ik doe een stap achteruit. De vuilnisman, zeg ik om haar te pesten. De vuilnisman? Haar gezicht betrekt. Dat meen je toch niet? Ik grijns. Jawel hoor, hij is een goede vriend van mijn vader. Wij wonen in een kapdorp. Als je geen acteur, notaris of minister-president bent, ben je niks. Een tandarts is al redelijk ordinair. De vuilnisman! Elise's ogen rollen bijna uit haar hoofd. Ze weet niet of ik serieus ben of niet. Ik vertrek geen spier. Elise, duifje, ben je hier? Ik was jou kwijt. Het is haar moeder, de megakapper. Grijs pakje, parelketting, hoge hakken, nog hoger kapsel, bruine bakken onder zonnebank, gifbrosse lippenstift en de zwarte vis. En geblondeerd, zo afgezaagd. Oh, dag Celenta, kindje. Hoe gaat het toch met jullie? Redden jullie je een beetje? Hoe is het met je vader? Ik zie hem nooit meer. Het is een aardige man. Ik wilde hem eens uitnodigen voor een gezellig dinertje met wat mensen van de eetclub. Oh, mevrouwtje, mijn vader heeft daar tegenwoordig echt geen tijd voor. Hij heeft een groot rond bed, wel 5 meter in doorsnee. En er logeren elke avond minstens 10 blonde dames met van die bunny-oortjes bij ons. Heel gezellig. En ze maken 's morgens ontbijt voor ons klaar. Pannenkoeken, taart en champagne. Heeft u misschien zin om eens bij ons langs te komen? Alhoewel, dat moet wel een beetje aan de verrimpelde kant. Maar dat zeg ik ook niet, helpt die Ben. Ik steek mijn kin in de lucht en trek mijn wenkbrauwen hoog op. Het gaat uitstekend met mijn vader, zeg ik met een overdreven kapaccent. Hij heeft het veel te drak voor de eetclub. Maar nu moet ik helaas gaan, anders smalt ons ijs. Dag Elise, dag mevrouw. Komt er Frans van bij ons eten? Vraagt Pip als we proestend van het lachen bij de kassa staan. Nee joh, ik verzon hem op om die bummelmiek van mijn lijf te houden. Ze zit bij mij op school. Jeetje Sam, dat je dat durft. Ben je nou niet bang dat ze hier gaan pesten? Ik niet, kan mij wat schelen. Oh help, zegt Pip. We staan achter die stapel pleepapier naar ons te gluren. Maakt toch niet uit, zeg ik. Gewoon niet kijken.